Hallo allemaal, dit is Martin Sjawla hier en vandaag teken ik een beetje voor Haas. Maar die interessante uitdaging van het was, ik heb voor Haas geteken traditioneel zoals ik altijd deed met ink en pen. En dan heb ik diezelfde skets gevat en dit digitaal gaan verwerken. So, ek nooi jou uit, kom ons kyk na die proces. Eerste gaan ek vir julle wys hoe werk die tradisionele skets. So kom ons begin. Oké, so daar het julle dit, die tradisionele sketches gedoen. Ek het baie gerus geword omdat ek al my afgelope werk digitaal doen, maar dit lyk nog soos Haas daarom. So as julle reg is, kom ons kyk nou na die digitale proses en ja, kom ons kyk hoe speel dit af. Ja, ek hoop julle het dit geniet. Baie dankie dat julle gekyk het en vir nog video's soos hierdie en ander video's op ons YouTube kanaal, subscribe hieronder of gaan soek net vir Schink Publishing op YouTube, Facebook en Instagram en dan volg julle ons daar. Sien julle volgende keer en 'n lekker teken. Goodbye.